Om de terugronde te starten ontving Hubo Inicia Hasselt als meer op zaterdag. Hasselt zat in de goede flow na de overtuigende winst tegen de OCI Lions op de vorige speeldag en wilde deze lijn doortrekken. Als meer wilde zo goed of mogelijk beter doen als de vorige confrontatie, namelijk een gelijkspel op speeldag 1 van de reguliere competitie. Robijns mocht in de eerste minuut al de score open, Inicia 1-0 voor, maar dan blijven ze de volgende 10 minuten maar liefst droog staan en komt Alsmeer op gelijke hoogte, 1-1. Hasselt heeft het begrepen dat het zo niet verder kan en duwt door. We gaan naar een 7-3, maar wanneer we gaan rusten is alles te herdoen en hebben we een 10-10 score. Het is Alsmeer dat in het begin van de tweede helft op voorsprong kan komen, maar wanneer we 12 minuten aan het spelen zijn, staat het opnieuw gelijk, de 14-14. Hasselt kent dan 5 sterke minuten en beslissen daar alvast de wedstrijd. 19-15 na 16 minuten om de wedstrijd te winnen met een overdreven 26-19 score. De thuisploeg begint zo goed aan de terugronde en blijft op een punt hangen van leider OCI Lions. Oh, no, no.